Je ziet ze steeds vaker verkiezingswinkels of, zoals GroenLinks het in Nijmegen noemt, campagnepanden. Deze week openen de winkels. In Nijmegen vind je GroenLinks, D66, de SP en het CDA. In de gemeente Heumen staan verschillende partijen met stands in het winkelcentrum. Allemaal hebben ze een verschillende benadering, maar de invulling lijkt veel op elkaar: koffie, ballonnen en volders. Zo hopen de partijen zoveel mogelijk mensen te bereiken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.